Welkom terug. Mijn naam is Michel Mooijer, beleggingsadviseur bij OHV. En vandaag wil ik de OHV Business Outlook één keer omdopen in de Looking Backward. Deze week staan weinig spannende dingen op de agenda, behalve de kerstdagen natuurlijk. En dit is dan ook de laatste vlog van dit jaar. Maar we zullen u in 2016 op de vertrouwde manier op de hoogte stellen met onze Business Outlook. Afgelopen jaar kenmerkte zich door een veel bewegelijkheid op de markt. Vanaf januari stegen de aandelenbeurzen vrij snel naar een high ultimo april en daarna dienen de problemen zich aan rondom Griekenland. De AEX bewoog in de periode tot en met juli tussen de 460 en 500 punten en toen halverwege augustus de problemen met Griekenland grotendeels waren opgelost, kwam China tegelijkertijd met het nieuws van de devaluatie van de lokale munt, de renminbi. De AEX daalde van de 500 punten naar een niveau van 420 punten. Een val van 16% in 3 weken tijd. Na een low van 405-410 ultimo september ging de AEX omhoog naar een stand van ongeveer 470 eind november. Toen werd het 3 december. De ECB die kwam bijeen en de verwachtingen van meneer Draghi waren hoog gespannen. De markt ging vanuit dat Super Mario meer ging verruimen, maar dat viel dus flink tegen. De AEX die zakte weer terug naar de 420 punten, dat is een daling van ruim 10% binnen 2 weken. De beurs is inmiddels wat opgekrabbeld en de stand is nu 440. Samengevat, veel volatiliteit dus. De grote vraag is, wat brengt ons 2016? Gaat de ECB uiteindelijk meer monetair verruimen? Gaat de groei in China meevallen volgend jaar? En blijven grondstoffen verder dalen? Wij hebben ook geen glazen bol. Feit is wel dat ook 2016 een volatiel jaar zal worden. Wij bij OHV zullen proberen door middel van dynamische assetallocatie slimmer obligaties in aandelen onder en overwegen binnen de afgesproken bandbreedtes, waardoor we bijvoorbeeld aandelen kunnen oppakken op dips. Onze voorkeur met zakelijke waarden gaat uit naar Europa, waar de korte rente voorlopig laag blijft, de meeste bedrijven profiteren van de lage olieprijs en de ECB in ieder geval tot en met maart 2017 obligaties zal blijven opkopen. Tot slot wil ik u namens OHV fijne kerstdagen toewensen en een gelukkige jaarwisseling. Tot volgend jaar.